maak al echt lange muziek, weet je. Maar echt in de game zo... Misschien twee, drie jaar zo. Zoiets. Ik heb is het wanneer begon je? 15 of zo, man. Shit. Begon je meteen dan met Bart? Nee, niet met Bart of zo. Gewoon, toen had ik nog niet eens een naam, weet je. Mm. Toen was het gewoon muziek maken in de, met Web en Milo en zo. Snap je? En ja, later zijn we gewoon zo bij elkaar gerold. Gewoon ik, Louis, Moula en zo, LB. En toen werd het een beetje serieus, maar voor mij nog steeds niet. Want ja, er was nog geen doek in muziek, snap je? Ja. Iedereen rap, dit, dat. Ja, en toen eigenlijk de afgelopen 2 jaar echt begonnen met serieus zijn, snap je? Ja. Dus als je mij vraagt hoe lang is het in de game? 2 jaar zo misschien. Kan je er nu van leven? Ja, als het zo doorgaat wel, ja. Maar was het voor jou ook meer van... Dat je op een gegeven moment zag van om je heen van... er wordt doeken verdiend, dus ik ga nu wel... Nee, tuurlijk niet. Want aan het begin maak je sowieso niet voor die doeken, ja, toch? Ja. We zijn, ik ben niet gaan rappen om doeken te maken eerst. Mm. Was gewoon dat je het leuk vond, snap je? Ja. En dat je het ook kon, gewoon. Dat is het. Ja. En ik had ook een hele andere sound. Dus ik wist al, als ik gewoon publiek zeg maar, ga krijgen... dan ga ik sowieso wel gehoord worden, snap je? Ja. Ja, maar je hebt wel... Ik weet niet of je het door hebt, maar je hebt wel echt een publiek in dat jou echt checkt. Want ik had iets getweet van, ja man, weet Bart of zo hard hij is. Ik kreeg tant te veel retweets. Gewoon zo te gek. Weet Bart of zo hard hij is. Oh. Ik kreeg tant veel retweets. Dacht ik, best veel mensen checken je dan ook, man. Ja, toch? En dan, wacht, ik vraag me iets af. Hoe gaat het, zeg maar, als jij een first schrijft of bent? Oh, wat denk je? Wat broer, je zegt echt soms shit dat ik denk van, what the fuck, hoe kom je hier? Goh, ja, bij de hand met hen of zo. Goh, ja, random shit. Ja, sowieso. Iedereen weet Kief Simpa, weet je, Assie is. Dus ja, ja. Ik denk dat daar mijn inspiratie vandaan komt, weet je. Maar ook gewoon... Ja, maar kijk, vroeger bijvoorbeeld tekst ik veel met... Ging ik zelf schrijven en zo. Mm. Op een gegeven moment was dat gewoon net Lil Wayne doen. Gewoon uit het hoofd. Gewoon, ja, dan, ja, ja. Want je maakt iets net mee en dat spit je dat gewoon nu. Ja. Snap je? En dan ga je weer verder met die beat, spit je weer. Op een gegeven moment heb je gewoon een 16 daar, snap je? Een andere flow. Ja, ik ben ook iemand die kou van flows, snap je? Ja, dus ik zoek me wel... Ik ga ook gevecht met mezelf aan van... Dit keer zo komen. Check gevecht, domme pokoe. Die tune is echt hard, man. Maar wacht. Heb je... die first van Geel, heb je die gepent of gewoon freestyle? Die heb ik ook freestyle, maar die heb ik ook best wel snel geschreven. Hè? Ja, nee man, dat is de hardste first van de drukste geld, man. Die is gek. Hoe komt die first ook alweer? Hoe begint die first? Ik weet, ik moet weer gaan. Die Bart, die heeft geen tijd. Oh, ja. Zo'n stabiliteit. Ja. Je hebt daar een line in. Homo zijn, dat kan niet, broertje. Dat is wat ik vind. Heb je daar dingen achteraf van gekregen van mensen die erover gingen klagen of zo? Nee, toch. Ik zeg wat ik vind, weet je. Dus... Dat was eigenlijk ook die lijn. Daar ging de lijn om, snap je? Ik dacht, ik moet iets zeggen wat ik vind, snap je? En dan zeg ik ook wat ik vind mee, zeg maar, snap je? Ik heb wel... enigste wat ik heb gehad is, zeg maar, dat ik die lijn een keer op Facebook had gegooid. Zoveel reacties naar Facebook dat ik het gewoon verwijderd had, snap je? Terwijl ik zeg maar wat ik vind, gewoon, zeg maar. Ja. Ik begreep het hele ding niet, zeg maar. Maar wat voor reacties kreeg je dan? Gewoon mensen gingen gewoon lachen en lauw, vonden het gewoon lauw omdat ik het zeg. Ja, en Facebook blijkbaar niet, snap je? Wat is heel raar. Ja, maar oké, maar...